Nou, dames en heren, zijn we weer. Het is vrijdag. En we hebben wat dingetjes meegenomen. Zoals chili, cheese. En nacho cheese. Goeie. En Rottingel. Ja. Is er nog wel een? Ja. Kom er net uit de airfryer. Dat is de nacho. Ja, de nacho. Nee, neem gelijk die andere. Natuurlijk. Lekker. Weet je, die nachos doen niet heel bijzonder. Hoeveel er zo'n kruiden. Ja. Nou, het smaakt wel naar nachos. Ja, dat is cheese chili. Chili cheese. Hoewel dat er pepers in zit. Was juist lekker. Die zijn nog warm. Ik ben al wat gewend. Ja, jij ja, wel. En dit is de rottirol. Ja. Zoals we doen. Ik vind het wel bijzonder dat ze dat in een appel doen. Ja, maar het is wel lekker. Het is wel de echte rotti smaak, zeg maar, een beetje. Een beetje als gepureerde. Ja. En zo'n rol.
En dit vind ik ook goed, die chili. Een leuk voor een verjaardag. Ik ben bijna jarig, dus je weet wat je dan kunt kopen. Ja, dan wil je alleen die. Nee, en die chili. Die nacho ook maar voor natje en zo. Die nacho voor natje en zo. En moeder. Maar ze zijn niet heel scherp, niet dat je denkt van, oh weet je, hoe hoort het ook bij. Niet als die ene keer met die bamen zit, nee. Ik vind het wel mee van, wel een beetje pittig natuurlijk. Warm. Vegetarische mensen is dit niet, want er zit wel echt een kip in. Maar met die kaas en zo niet. Ik ben vegetarisch. Ja. Alleen de rottirol is geen vegetarisch eten. Dus ja, dat was het eigenlijk. Chili cheese vind ik op zich veel lekkerder dan de nachos. Is het ook? En de rottirol vond ik wel te doen, maar niet dat ik denk van oh, dat moet ik elke keer hebben of zo. Nee. En wat vond jij van ze? Die chili cheese, die wil ik voor mijn verjaardag. Net als deze rottirol. Want als ik rotti ga maken, dan kun je lang wachten. We kunnen natuurlijk zelf proberen met die... Ja, een rotti maken is zelf van zichzelf niet zo moeilijk. Ja, maar je zo'n rol doen ook niet. Zo'n lumpia's.
Alleen het jammere aan dit is dat er geen ei bij zit. Want in oorspronkelijke roti zit ei. Ja, maar dat is ook niet lekker als je dat gaat invriezen. Nee, eieren niet, nee. Oh, er zit wel ei in. Staat hier. Nou, volgens mij lijkt het een beetje dat ze dat in een blender hebben gedaan. Dat is zo hoe het erin is gegaan. Dus ja, wij eten nog even verder en ik zeg tot maandag. Abonneren en like natuurlijk. En nog wat te vertellen. Eet smakelijk.